Ondernemende Nijmeegse studenten, oftewel het ONS, organiseerde donderdagavond ONS draait door in het cultuurcafé van de Radboud Universiteit. ONS is een platform voor ondernemende studenten uit Nijmegen. Onder andere bedrijfskundewinkel, Startup Mix, Startup Nijmegen. Verder zit er nog Synergy bij, studentenvereniging, SVRDO. Het zijn heel wat organisaties. En we organiseren dus een talkshow om de laagdrempeligheid van het ondernemerschap te laten zien. Het is allemaal niet zo moeilijk. Vaak zien ze het als elite. Terwijl elke student, wat we vanavond ook gezien in het programma, gewoon een idee kan hebben en denken van dit wil ik uitwerken. Hier wil ik eigenlijk aan de mensen gaan brengen, het publiek. En vervolgens ook weer daar zijn verdiensten uit kunnen halen, zeg maar. Dat is ondernemen. Deze talkshow is de eerste editie. Dus voor ons is het ook een beetje spannend. De aanmeldingen lopen in ieder geval beter dan verwacht. Dus dat is al mooi. We hebben het gewoon goed aan weten te pakken met de promotie. Het doel van de ONS is eigenlijk om alle studenten in Nijmegen te inspireren, maar ook te ondersteunen voor het ondernemerschap. Dus als je niks met ondernemerschap hebt, dan ben je zelfs hier nog welkom. Want je kunt altijd geïnspireerd worden door je medestudenten die wel ondernemen. Dat doen we dus door middel van evenementen zoals deze talkshow vanavond. Hoe belangrijk is het dat studenten leren ondernemen? We vinden het eigenlijk heel belangrijk student ondernemen. Want ik denk dat als je aan de meeste medestudenten vraagt van wat ga je doen aan je studie? Heel veel studenten weten bij God nog niet wat ze gaan doen. Vaak als ik dacht van ik ga naar de universiteit, dan komt het al goed. Je ziet al met de banenmarkt, vaak zijn die banen eigenlijk al bezet. Ja, dan is het maar net de vraag of je op een functie terechtkomt die je ook echt aanspreekt. Als je wil gaan ondernemen. Ondernemen geloof ik in, zeg maar, dat het iets is wat je doet vanuit een bepaalde passie. Dus van dit vind ik gaaf om te doen. En om wel even een voorbeeld te noemen, de jongens van Subcultuur, die vinden het leuk om te feesten. Die organiseren feesten. Tegelijkertijd is dat hun onderneming. En zorgt ervoor dat in Nijmegen ook weer bepaalde feesten rijker is. En ik vind dat een heel krachtig concept. Ja.